Economisch bekeken, hoofdstuk 2, geldzaken. Paragraaf 3, aanvullende inkomsten. Betaalbare huur. Peter zoekt een huurwoning. Hij kan €500 huur per maand betalen. Hij heeft een salaris van €1425. Omdat €500 heel veel is van zijn salaris, krijgt hij van de overheid een tegemoetkoming. Dat noem je huurtoeslag. Een studiebeurs. Anne is 19 en zit op het mbo. Zij wil graag op kamers. Zij kan dit zelf natuurlijk nooit alleen betalen. Daarom krijg je van de overheid een studiebeurs. Om dit soort kosten te kunnen betalen. De kinderbijslag. Peter en Anne gaan samenwonen. Ze hebben allebei een baan, daardoor zijn ze twee verdieners. Na verloop van tijd krijgen ze een kind. Een kind brengt kosten met zich mee. En om een tegemoetkoming te krijgen in die kosten, krijg je van de overheid kinderbijslag. Betaalbare zorg. Peter en Anne moeten zich ook verplicht verzekeren. Daarvoor betalen ze premie. Het verzekeren is verplicht in Nederland. Als je niet genoeg verdient, krijg je daar een tegemoetkoming voor van de overheid. Die noemen we zorgtoeslag. De bijstand. Helaas gaat het niet goed met Peter en Anne. Ze gaan uit elkaar. Anne vormt nu met hun kind een eenoudergezin. Peter betaalt maandelijks een bedrag aan Anne voor de onderhoud van het kind. Maar daar kan Anne niet van rondkomen. Zij komt dus in de bijstand. Ze krijgt dus geld van de overheid om rond te komen. Maar Anne heeft van het geld van Peter moeite om rond te komen. Zij zou dus leven onder het sociaal minimum voor een eenoudergezin. Daarom springt de overheid bij. Met een uitkering, in dit geval dus de bijstand. Met het geld van de bijstand erbij zit Anne op het sociaal minimum en heeft ze dus genoeg om rond te komen.